Wat ik wel echt tof vind, is dat jullie geaardheid totaal geen issue is binnen de JOVD. Fijn dat je jezelf kan zijn en je geaardheid niet verborgen hoeft te houden. Dat hoeft pas als je minister-president wordt. Ik ben vandaag bij het congres van de JOVD en ik mag ze roosten. En de JOVD, dat is een jongere organisatie van de VVD. Waar denk jij dan aan? Ik zelf denk aan ja, arrogante, rijke luiskinderen met een ja, kleine referentiekader die denken dat ze de waarheid in pacht hebben. Weinig diversiteit. En ik denk als ik straks naar binnen ga, dat ik dan de witte privilege kan proeven. Maar het is een eer dat je mensen mag roosten. Ik ben zeer welkom. Ze staan ook helemaal open voor mij. Ik denk dat ze ook wel blaken van het zelfvertrouwen. En ik ben benieuwd of mijn vooroordelen kloppen van onze toekomstige leiders. Als ik denk aan de JOVD, denk ik dat het een soort van verkapte studentenvereniging is. Van allemaal jongetjes vooral. Die zichzelf heel belangrijk vinden en heel hard schreeuwen tegen elkaar. Dat zij gelijk hebben, de ander niet. Het zijn toch wel de kids van rijke ouders die waarschijnlijk ook VVD stemmen, omdat hun ouders het ook stemmen. Een beetje ja, een soort van kakballetjes en ja, en een beetje een biertje af en toe. Ja. De JOVD is de jongere afdeling van de VVD. Ze hebben 18 lokale afdelingen en in totaal zo'n 3000 leden. Ze zijn onafhankelijk van hun moederpartij en zien zichzelf als het brutale broertje van de VVD. Iedereen ziet er hier zo netjes en beschaafd uit. Ik voel me net een circusclown in het gezelschap. Er wordt al volgens mij een beetje gediscussieerd. Klein beetje. Veel blauw. Ik zie veel blauwe pakken. Dat is in, denk ik. Dag, Soenos. Hallo, hallo, hallo. Mag ik even... Ik ben Splinter. Dat is de voorzitter van de JOVD. Oh, ja. En ik heb begrepen dat jij bij ons... Een praatjes. Ja, nee, ik zou wel zijn stel. En ik vind het misschien ook weer niet anders. Hoi, Soenos en Amari. Dag. Oh ja, dat zijn jullie, ja. Wat gezellig dat je er bent. Ja, bedankt. Bedankt. Ja, ik zie wel een beetje dat ik de dresscode... dat ik me niet heel... Ja, ik kan niet echt blenden, maar... Liberaal is dat iedereen mag aandoen wat hij aan wil doen. Hè? Echt waar? Ja. Ik heb bananensokken. Dus dat, jij hebt bananensokken. Ja, dat is jouw... Nee, dat is jouw zingetje. Dus dit is ook helemaal perfect. Ja, heb je ook bretels? Nee. Jij ook? Ja. Oh, wat goed. Geinig. Maar het is 2018, we hebben gewoon riemen en zo, hè? Ja, het, het is wel mooi. Het komt terug. Oké, kan je me even een beetje uitleggen, de JOVD? Ja. Waar staan jullie voor? Eigenlijk is het een liberale jongerenorganisatie, niet per se links of rechts, maar liberaal. En eigenlijk onze drie kernbeginselen zijn vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. Dus het gaat dan over tolerantie. Dus dat geloof in het individu, kracht van het individu. Kracht van wat iedereen iets unieks heeft, talent. En dat je dat moet proberen te stimuleren om naar boven te halen als vader. Jij hebt gewoon nooit te praten. Ja, nee, ja. Ik kan wel even daar staan. Het is al klik. Maar waarom mag ik jullie in hemelsnaam roosten? Kijk, wij hebben natuurlijk hartstikke veel zelfspot. Ja. Als je jezelf te serieus gaat nemen... Ja, daar wordt het ook niet gezellig op. Ja. Dus wij zijn wel heel benieuwd. En we denken, nou, kom maar een keer met die... We hebben jou natuurlijk gezien, lekkere harde grappen. Ja. Nou, oké, dan waarschijnlijk krijgen we heel erg spijt. Maar we denken, denk het was wel hartstikke leuk om ook te laten zien wat wij doen. En daar met humor wel naar te kijken. Dat vind ik heel belangrijk. Nou, ik sta helemaal open, dus... Ja. En je blijft de hele dag? Ik blijf de hele dag, joh. Fantastisch. Nou ja, we weten niet wat de avond brengt. Misschien ben ik morgenochtend word ik bij jou wakker. Wie weet? Ja, dat zegt er niets uit. Heb je dat wel eens gehad dat je wakker werd met een Marokkaan in je bed? Nee. Het staat op het doellijstje nog. We weten het niet. Jij, Bram? Nee. Het bestuur kan in ieder geval tegen een stootje. Hopelijk de rest ook. Ik vind het leuk dat ik ze mag roosten, omdat dit een wereld is die mijlenver bij mij als Bijlmermeisje vandaan staat. Dank u!
Kijk, nu lachen ze nog. Wat fijn dat jullie allemaal zijn. Ik wil toch even beginnen met een applausje voor jullie. Ja, even een applausje voor jezelf. Ja, toch. Jullie zijn er allemaal. En ik hoop dat ik straks nog vrienden heb. Ik was natuurlijk op jullie congres. Het congres van de JOVD. Werd gehouden in een hotel van een grote vliegtuigmaatschappij met een Hollandse naam. En twee Turkse mannen aan het roer. Dat vind ik zelf al heel grappig. Ik mag geen reclame maken, dus noem ze voor het gemak Cor en Don. Ik was benieuwd. Ik stond op de parkeerplaats en zag al mensen in mooie pakken met bier in hun handen naar de auto lopen. Het leek wel een themafeest. Met het thema verkleed je als je succesvolle ouders met een klein drankprobleem. Wat me opvalt is dat jullie vaak heel degelijk gekleed zijn. Strak in het pak, hele fatsoenlijke kleuren, hè? Grijs, blauw zie ik veel. Maar eerlijk, het staat jullie heel goed. Jullie zouden zo influencers kunnen zijn die gesponsord worden door de gordijnenafdeling van de Leenbakker. Oh jongens, jullie kleding is zo ouderwets dat het een wonder is dat de Vroom en Dreesman failliet is gegaan. Sommige van jullie zien er zoveel ouder uit dat ik niet wist of ik nou een hand moest aanbieden of euthanasie. Maar wat me opvalt is dat veel van jullie dan wel opeens sokken dragen. Met een gek kleurtje of printje of patroontje. Is dat de laatste rebellie tegen het hersendodend saaie corporale bestaan? Waar jullie met 300 kilometer per uur op afstevenen? Veel mensen denken dat de manier hoe VVD'ers hun hoofd schuin houden als ze praten een vorm van arrogantie is. Maar zo gaat je nek gewoon staan als je steeds belasting moet ontwijken. Ik ben erachter gekomen wat de echte betekenis is van jullie sokken. Elke sok is een geheime code voor ja, wat je seksuele wensen zijn. Zoals homo's vroeger deden met gekleurde zakdoeken. Sok met bananen betekent, ik ben gek op penis. Een sok met groene stippen betekent, ik heb het al met 20 flirts gedaan in mijn leven, maar sta open voor meer. Een sok met rode streepjes betekent, mijn vader heeft belastingfraude gepleegd. Wie troost me door me af te trekken? Heb je al wat te drinken gekregen? Nee, er is niks aangeboden. Gewoon hier. Ik weet het niet. De bar is gesloten. 4:30 gaat hij pas open. Ja, maar we hebben geregeld tussen de sessies door. Dat we wel mogen. Ik wil eigenlijk gewoon een cola, want ik ben aan het werk. Een cola? Ja. Zal ik even... Alsjeblieft. Dat is mijn nieuwe vriend. Ja, heb je een cola voor ons? Ja, maar... Ik weet dat de bar gesloten is, alleen we zijn wel een organisatie. Je ruikt wel lekker, schat. Ja? Je ruikt naar toekomstperspectief. Naar rijkdom. Nou, ik heb 2-0 op de bank staan. In de echt waar? Ja. Oh, ik heb wel geld. Oké, okay, ja, toch. Fijn, hè? Ben ik blij dat we nieuwe vrienden zijn. Ja. Berend, ik heb jou nodig. Wij willen even een drankje. En jij vindt niet ergens gefilmd wordt, hè? Wie heeft zijn muntjes? Ja, jij hebt muntjes, toch? Ik heb geen muntjes. Kan jij niet... Jij bent PG. Kan jij niet... Geen drank aanbieden. Geen cola's. Geen cola's. Pascal, heb jij voor mij muntjes? Doe maar meteen 10. Splitter wilde 10. Terwijl Beren de logistieke planning van mijn cola regelt, kom ik tussen al dat blauw ineens een andere kleur tegen. Het is ook wel grappig dat ik van alle JOVD'ers alleen jou ken. De JOVD'er met een kleurtje. Zoals van vrachtwagenchauffeurs. Ik zag er een paar en die knikken ook zo naar me. Een soort van wat vrachtwagenchauffeurs ook doen. Gewoon. Als ze elkaar zien, even toetreffen, zwaaien. Heb je er zin in vandaag? Ja, zeker. We hebben straks een afdelingsdebat. Maar dat is allemaal niet interessant voor jullie. Nee, ik ben erbij. Oh, daar ben je bij. Ik ben overal volgens mij bij. Zijn jullie op de 9e verdieping? Nee, daar is het feestje, toch? Ja, ja. Ja, leuk. Zijn cool. Jullie daar vanavond? Ook. Mooi. Maar jullie hebben allemaal blauw aan. Waarom hebben jullie allemaal blauw aan? Ja, dat is een liberale kleur, hè? Ja? Ja, zeker. Ja. Ook blauw stropdas. Ja, hoort erbij, maar ja, je onderscheidt jezelf wel. Ik ben eigenlijk gewoon heel saai, heb je gemakkelijk. Jongens, ik moet zeggen dat ik blij verrast ben dat er niet alleen maar witte mensen rondlopen bij de JOVD, maar dat bestuur is alsnog witter. Dan vet! Jullie zijn zo wit dat ik eerst dacht dat jullie geesten waren, maar
Bij nadere inspectie bleek dat jullie alleen maar dood van binnen zijn. Jullie zijn zo wit dat ik eerst dacht dat jullie allemaal cocaïne op jullie gezicht hadden zitten. Maar toen ik beter keek, bleek dat inderdaad zo te zijn. Het bestuur bestaat uit Bram. Dag Bram. Splinter. Peppy en Kokkie. Splinter, ik ga het je toch vragen, maar kom heel even het podium op. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Splinter, dames en heren. Je ziet er weer prachtig uit. Ja, 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 niet terugpraten. Okay. we hebben geen budget voor publieksparticipatie. Nee, hoe vind je het tot nu toe gaan? Hartstikke leuk tot nu toe. Ja, je doet goed je best. Dankjewel. Ik doe goed mijn best, dankjewel. Kijk, ik ben een beetje... Kom naast me staan. Ik ga je niet... Ben je bang voor mij? Nee, je hoeft niet bang te zijn. Ik ben een beetje verliefd geworden op Splinter. Ja. Ja. Nee, ga niet werken. Hoezo niet? Nou, ik ben eigenlijk heel erg verliefd geworden op Splinter. Mijn dochter noemt je ook papa. Nee, Splinter, ik moet eerlijk zijn. Ik heb echt hele goede gesprekken met je gehad. En ik heb ook iets heel belangrijks over jou geleerd. Je hebt een echt talent. Ja. Je kan echt enorm goed lullen. Afzuigen! Nee, geitje, je kan echt heel goed lullen. Je hebt zulke gladde praatjes. Je tong is nog glibberiger dan alle kwallen in de zaal bij elkaar. Splinter, je bent zo glad dat je badkamer over jou uitglijdt. Splinter heeft ook zoveel energie dat hij de menselijke variant van Red Bull is, hè? Deze man heeft zoveel energie en praat zo snel dat zelfs het Centrum voor ADHD heeft gezegd... de enige manier om deze patiënt tot rust te laten komen is door hem in te laten slapen. Ja, Bram gaat helemaal kapot van het lachen. Maar we hebben natuurlijk ook Bram, dames en heren. Kom ook even het podium op. Kijk hem hoor, zo naast Splinter staan. Hij lijkt wel de net verwijderde blinde darm van Splinter. Wat ik wel echt tof vind, is dat jullie geaardheid totaal geen issue is binnen de JOVD. Fijn dat je jezelf kan zijn en je geaardheid niet verborgen hoeft te houden. Dat hoeft pas als je minister-president wordt. Ja toch, dus nog even genieten van de vrijheid, jongens. En doe dat ook. Geniet van de liefde in al zijn vorm. He, geniet van andermans torentje. Want straks kan het niet meer in het torentje. ik zie dat jullie het ongemakkelijk vinden. Dus ik ga jullie laten applausje. Applausje voor Bram en voor Sprinter. Nee, ga gewoon zitten. Jullie kunnen gewoon op een stoel zitten voor nu. Ja toch, Bram, met je bungelende beentjes. Ja. En Splinter, jij voor nu op een stoel. Straks op mijn gezicht, schatje. Ja toch, schatje. Mama is heel even aan het werk, ja toch? Oh, schatje. Ik laat je straks huilen van geluk. Oh, sorry. Ik was heel veel vergeten dat jullie er ook waren. Zo leuk dat hij ook denkt dat ik een grapje maak. Als jullie straks grijs horen... Ik ben ook benieuwd hoe je eruit ziet, naakt ook. Volgens mij ziet er ook uit als een splinter, gewoon naakt. Ja. Zo met babyolie, zo'n glimmende splinter. Een splinter met een splinter, ja toch. Oké. Ben je het lachen, Berend? Berend, die heeft me nog hashtag MeToo'd elke keer als niemand keek. Ja. Nee, maar het is geen aanranding als je het zelf niet erg vindt. Deze is voor jou, Berend. Kijk, zonder handen. Ja, toch? Gaan we straks keihard integreren. Op het zomercongres van de JOVD wordt er goed voor me gezorgd. Kijk, wie wacht hier even af? Hij is wel lauw. Hij is heel lauw. Hij is warm. Nou ja, goed. Ze doen hun best. Net als ik.
Mag ik jullie even spreken? Ja? Jullie zijn nou, 4 dames, 4 vrouwen. Ik had eerlijk een vooroordeel. Ik dacht, dus ik ga alleen maar mannen zien in pak. Dus ik ben blij dat er iets... Die heb je ook gezien. Die heb ik ook gedaan, in veel. In pak. In pak. Inderdaad, en in pak. Hoe is het als vrouw bij de JOVD, als jonge dame? Ja, wel leuk. Ja. Ik denk dat het niet zoveel verschil heeft, eerlijk gezegd. Het zijn gewoon je vrienden. Ik ben hier dan zelf lid geworden omdat ik heel erg geïnteresseerd was in politiek. En dat dan nou een hobby is die meer mannen dan meer vrouwen hebben, ja, dat is dan een verschil. Maar verder deel je gewoon dezelfde interesse. Nee. Oké. Ja. Maar hebben jullie dat gevoel dat jullie ook in de minderheid zijn? Nee, maar je komt niet naar de JOVD omdat je met meer vrouwen over politiek wil praten, met meer mannen over politiek wil praten. Je komt naar de JOVD omdat je iets met politiek wil doen. Ja. En of dat dan met een man is, met een vrouw of met of jezelf ontwikkelen op een bepaald niveau. Nee, maar je voor jezelf opkomen, et cetera. Dat je dat laatste wel heel erg goed leert. Ja. En als dat nog niet in je zit, ja, het zit wel redelijk in mij, maar ik kan me zo voorstellen als je toch een onzeker meisje bent en je komt tussen alleen maar mannen, dat je wel moet leren om echt voor jezelf op te komen soms. Ik had eigenlijk verwacht dat er geen vrouwen bij de JOVD zouden zitten. Maar gelukkig bleek dat ze wel degelijk bestaan. En ik heb ze allebei mogen ontmoeten. Nee, geintje, er zitten natuurlijk veel meer meiden bij de JOVD. Je hebt Fleur en je hebt Fleur en je hebt Fleur. En je hebt Fleur. En je hebt nog Anne Fleur en Anne Vee. Vee Anne Fleur, Vee Anne Fleur, Vee Vee Fleur. Oh ja, je hebt natuurlijk ook nog Fleur. Maar die zit nog midden in haar transitie. Sorry, meid. Het voordeel van dat er zo weinig vrouwen bij de JOVD zitten is natuurlijk wel dat de vrouwen-wc vaak beschikbaar is voor de mannen om coke in te doen. Nu denken jullie misschien, hoe weet zij eigenlijk dat we zoveel coke doen? Omdat mijn neef jullie dealer is, sukkels. Ik heb die dag met hem gekarpeld. Waarom zitten jullie eigenlijk bij de JOVD? Behoefte aan liberale jongeren om mij heen. Oké, daar had je behoefte aan. Ja, want ik zit op de UvA, dat is een linksbolwerk. Want wat is een liberaal? Ja, vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid. Zelfemploying. Ja, maar dat is heel simpel. Als ik linksaf wil, wil ik linksaf. En als ik rechtsaf wil, wil ik rechtsaf. Ja. Als ik een bedrijf, voornamelijk vanuit ondernemerschap, vind ik dat er veel meer vrijheid moet komen. Hm. Ik vind het ook belangrijk dat, ja, sorry, maar als mensen echt achterover gaan leunen en zeggen, joh, ik zie het wel op me afkomen. Ja, die mensen noem ik niet liberaal. Nee. Wie zijn die mensen die achteroverleunen? En... Er is een bevolkingsgroep die zegt van joh, kom maar op met het geld vanuit de overheid. Wie zijn dat? Nou, ik kan geen namen noemen, maar... Maar er is een bevolkingsgroep wat... Er zijn mensen die gewoon letterlijk te vergelijken met wat Klaas Dijkhoff op het VVD-congres vorige week heeft gezegd van... We moeten een soort stimulans creëren waardoor mensen... de prikkel voelen om zelf initiatief te nemen. Precies. Wat zijn de vooroordelen die mensen hebben over de JOVD? Rijke ouders. Zijn er rijke luiskindjes hier? Ja, tuurlijk. Maar die zijn overal. Die zijn ook bij de... Nou, die zijn niet overal, hoor. Ik denk dat er hier meer rijke luiskinderen rondlopen dan in de Bijlmer, waar ik woon. Wat is een rijke luiskind? Ja, maar binnen de JOVD, als ik hier op iemand afstap, zeg ik niet... Hoi, dus, vertel, wat doet je vader? Nee, maar als jij welvarende ouders hebt, dan gaan er meer deuren voor je open. Qua studies, qua keuzes, qua reizen, qua ontwikkeling. Je ouders die hebben meer connecties. Genoeg mensen binnen de JOVD die een niet rijke luiskindjes zijn, hoor. Ja. Ik kan er zo al 10 opnoemen. Ja. Weet je hoeveel mensen er maar zijn? Ja, dat is niet heel veel. Wat ik zo mooi vond aan Roos, zei de legendarische zin... Ik kan zeker wel 10 mensen opnoemen die niet rijk zijn. Maar liefst 10 hele mensen! Waarvan 4 de 2 cameramannen, de regisseur en ik, hè? Wat is rijk, zeiden jullie. Nou, misschien is het handig om eerst te weten wat arm is. Arm is als je op een Wasa-cracker rochelt, zodat er tenminste nog iets van beleg op zit. Dus serieus, gasten, hoe kunnen jullie zeggen dat jullie geen rijke ouders hebben? Jullie ouders zijn zo rijk dat er geen water uit de kraan komt, maar de tranen van bijstandskinderen. Jullie ouders zijn zo rijk dat ze na het schijten niet hun reet afvegen, maar een nieuwe laten zetten bij een plastisch chirurg. Jullie ouders zijn zo rijk dat ze in therapie moesten toen hun privéchauffeur een keer per ongeluk langs een Lidl reed.
gebeurt er dan op die kamers? Dat is intern. Intern? Is dat intern? Ik hoor seks. Het zomercongres van de JOVD is nog in volle gang. Ik loop er rond om alles uit deze wondere wereld in mij op te zuigen. Hallo. Waar is de fotograaf? Waar? Oh, daar, ja. Oké, we gaan een foto maken, jongens. Iedereen kijken naar de foto boven. Normaal gesproken zie ik alleen zoveel tatas bij elkaar als de leverworst in de bonus is. Maar we komen hier niet alleen voor de gezelligheid. Er staan ook politieke activiteiten op de agenda. Ik hoop dat ik wakker kan blijven. Wat kan ik verwachten? Ja, het is in principe een debat tussen twee afdelingen. Mm-hmm. Daarin gaan wij gewoon kijken van wat vind jij van de stelling en wat vind jij van de stelling. En hoe kan je dat zo duidelijk mogelijk met goede standpunten duidelijk maken. En wat is nou precies de functie van dit debat? Het is een oefendebat. Leren debatteren. Leren argumenten kunnen voeren. En nadenken waarom iets wel of niet zo is. Je moet het oefenen. We moeten uren maken. Ja. Vlieguren. Vlieguren inderdaad. Oké. Geef ze even langs. Dames en heren, het afdelingsdebat. We hebben 1,5 uur. Ik heb er zin aan. De partijdiscipline in de Tweede Kamer is te ver doorgeschoten. Voor is Zwolle en tegen is de afdeling Den Haag. Wanneer is het goed als een partij als de ChristenUnie een lokale afdeling kan vertellen dat zij geen gesprek of coalitie mogen vormen met de PVV? Eendracht maakt macht. Deze uitdrukking houdt in dat wie samenwerkt sterker staat om dingen gedaan te krijgen. Allereerst hartstikke bedankt voor het voorlezen uit uw mooie boekje. Ik zou het graag liever doorlezen. Maar we gaan het voornamelijk hebben over wat partijdiscipline betekent voor ons als mensen hier in de zaal. Mag je op je als... groep even? Nee, dat mag inderdaad niet, sorry. Wat mij betreft kunnen deze mannen zo de Tweede Kamer in. Daadkrachtige sprekers, dol op discussie en ongelooflijk lang van stof. Oh, hoe hou ik dit vol? Maar ja, het hoort er nou eenmaal bij op een politiek congres. Ik heb een hele mooie debatwedstrijd van jullie mogen bijwonen. En ik zie wel dat de JOVD snapt hoe je zo'n congres goed aanpakt. Nergens was het zo aan als bij jullie. Maar even serieus, even applausje daarvoor. Echt waar. Want geloof me, ik ben bij meerdere congressen geweest, hè. Want ik moest natuurlijk research doen. Bij de jongerenorganisatie van de PVV was het sowieso geen zak aan. Ja, want de dealer die heette Ahmed en kwam niet binnen. En ik trouwens ook niet. Mijn verwachtingen waren hoog bij de FVD. Maar daar was het saai. Het zat daar vol met boze witte jongens die elkaar spuisten uitknepen terwijl ze Mein Kampf aan elkaar voorlazen. Hoe ze op mij reageerden. Die arme jongens zaten de hele tijd met open mond naar mijn borsten te kijken. De enige keer dat ze ooit tieten hebben gezien was toen ze vroeger in het zwembad een keer een kleedhokje moesten delen met hun eigen vader. Bij de jongerenorganisatie van GroenLinks waren er niet zoveel mensen opkomende dagen bij het debat. Er zaten alleen een paar loopse meisjes in de zaal die nog nooit een allochtoon hebben ontmoet, maar wel heel graag Jesse Klaver willen doen. Bij de jongerenorganisatie van Denk was de chaos. Want iedereen zijn snorren raakte de hele tijd in elkaar verstrikt. De mijne trouwens ook. Ja, ik was vergeten te harsen. En ik ben met de jongerenorganisatie van D66 op een bootje door de grachten gaan varen. Het was wel eigenlijk best wel cool. En om zichzelf drijvend te houden, gooiden ze de hele tijd hun principes overboord. Ja, en bij de jongerenorganisatie van de PvdA ben ik niet geweest, volgens mij. Wacht even, wat is dat eigenlijk, PvdA? Is dat zo'n nieuwe kleine partij of zo? She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. Op het congres zit het formele gedeelte erop. Het is 4:30 geweest, dus er mag gedronken worden. Nee! Dat mocht niet, hoor. Nee, dat mag niet. Nee, maar jullie zijn een beetje... Precies, appelsap. Ja, precies. Je moet wel
Je moet wel blijven drinken. Water en appelsap is heel goed voor je. Hoe gaan de feestjes bij de JOVD? Wat kan ik verwachten? Wat je vaak ziet is dat er gewoon een groot feest is. Dan zegt het bestuur, let op iedereen. We gaan niet de feestjes naar de kamers verplaatsen. Sommige mensen doen het uiteindelijk toch. Wat gebeurt er dan op die kamers? Dat is intern. Intern? Is dat intern? Ik hoor seks. Onder andere. Nee. Maar het maakt niet uit. Je moet het meemaken. Ik moet het meemaken. Oké. Ik vind het prima, zolang ik maar niet zwanger naar huis ga. Heel even, over jullie drankgebruik. Jongens, jullie zuipen echt extreem veel. Toen ik binnenkwam lopen en zag hoe het eraan toe ging, hoorde ik mijn lever huilend afscheid nemen van mijn andere organen. Ik kom zelf uit Amsterdam Zuidoost. En de laatste keer dat ik zoveel alcoholgebruik zag, was toen het Rode Kruis wonden moest ontsmetten na de Bijlmerramp. Maar het hoort erbij, toch? Drinken is gezellig. Ik had het ook toen ik binnenkwam. Ik zag jullie staan, allemaal strak in het pak, haartjes netjes gekamd, gepassioneerd aan het debatteren over de toekomst van Nederland. En ik dacht, oh mijn god, waar is de bar? Er valt ook geen discussie te voeren met zo'n dronken JOVD'er. Ik was erbij toen eentje aan de kant werd gezet door de politie en gevraagd werd om te blazen. Hij zei, ja dag, ik ben geen ventilator. Wat ook zo is, met die kegel die jullie hebben, zijn jullie eerder een gasbrander. Van de alcoholdampen die uit jullie waffel komt, kunnen ze in Groningen een halve gasbel besparen. Als de JOVD de volgende vergadering afzegt, vallen er in Frankrijk 2 wijnfabrieken om. Ik snap nu ook waarom VVD'ers niet aan water bij de wijn doen. Ik dacht eerst dat dit voortkwam uit de handelsgeest, maar het komt voort uit alcoholisme. De kans dat de JOVD'er zijn alcohol verdunt is ongeveer net zo groot als de kans dat je uit een relatie met Camille Eurlings wegloopt zonder gezichtsreconstructie. Jullie drinken zoveel, maar ik maak me geen zorgen om jullie toekomst. Nee, over 10 jaar houden jullie dit congres gewoon op de leverafdeling van het ziekenhuis. Dikke kans dat er een vleugel is vernoemd naar een van jullie vader, toch? Dikke kans. En die bekakte R van jullie, ik zou die niet trekken, ik zou die niet kunnen tolereren. Wat proberen jullie eigenlijk te bewijzen door die R zo bekakt uit te spreken? Dat als er een aardappel in je keel past, een penis er ook makkelijk in glijdt? Hè, Bram? Splinter? Oké, maar ik heb dus geleerd dat de JOVD wordt gesubsidieerd door de overheid. Elke keer als jullie een biertje bestellen, sterft er in Zuid-Soedan een aidswees omdat onze overheid geld aan jullie heeft gegeven in plaats aan ontwikkelingshulp. Op de Afrikaanse graven staat vaak de tekst: dit sterfgeval is mede mogelijk gemaakt door de JOVD. Nou ja, terwijl ik een beetje rondloop op het congres, knikken veel mensen vriendelijk naar mij. En sommige mensen worden onrustig van de camera's. Geen flauw idee waarom. Ik denk meteen dat men iets te verbergen heeft. Men keert ons de rug toe. De sfeer slaat om en ik word in een hoekje gedreven. Ik voel me niet meer zo op mijn gemak. Alamani. Soendos. Soendos, daar kom ik vandaan. Alamani. Ik kom uit Amsterdam. Ja, nee, en mijn ouders die komen uit Marokko. Echt? Ja. Maar dit is het toch Selim of Salam? Salam, ja. Salam? Ja, ja. Want in Turkije is Selim. Of nee, dat weet ik niet. Salim. Ik spreek geen Turks. Je komt uit Marokko, hè? Maar, ja, nee, ik kom niet uit Marokko, ik kom uit Amsterdam. Ja, ja, ja. Ik kan Marokkaans, vloeiend. Dat is toch? Ja. Jalla. Ja, ja, dat is een woord. Heel goed. Maar wat gaat er nou op het feest gebeuren, jongens? Het feest is niet zo speciaal, hoor. Nee? Omdat mensen opeens raar aan het doen zijn dat we opeens niet meer op het feest mogen draaien. Nee, omdat het voor de VVD. Dat is mooi, dat is voor de VVD. Wat is voor de VVD? Het feest. Het was een besloten feest, hoor. Er zijn een paar mensen die hebben toch gezegd, we willen toch geen camera. Nee, snap ik. Camera's op het feest. Ja, wat dan? Wat gebeurt er op het feest dat er geen camera's bij? Kijk, de media is natuurlijk wel een redelijke stoorzender. Ja. Ik denk dat deze mensen het heel erg fijn vinden als ze in een vrije context met elkaar hun gedachten kunnen delen. Ja. En omdat ze die publieke ruimte eigenlijk willen benutten, ja.
That's it. Dus er gebeurt niks spannends. Nee. Nee. Oké. Okay. Thanks, man. Geen probleem. Nou. Dankjewel. En als je hem nog een keertje, hoe heet het, wil branden of zo? Burnen? Of, roosten. Roosten. Dan, nou. Wat deed je die mooi? Roosten. Ja. Ik kwam zo mijn moeder uit. En toen stond mijn zuster met een aardappel in de pan. En tjak, gelijk aardappel op mijn keel. En bijvallen. Het staat je heel goed. Is dat zo? Je kan het allemaal hebben, schat. Dankjewel. Is goed, ik zie je. Krijg je nog een kus? Ja, tuurlijk. Dit lijkt een vriendelijk afscheid, maar ik herken wat hier aan de hand is. Het is niets anders dan de politiek correcte versie van... eruit, je bent niet welkom hier, opbokken. Het is eigenlijk toch te gek voor woorden dat een aantal van jullie... vindt dat wij niet mogen weten wat er gebeurt op een door ons... als belastingbetaler gesponsord feestje. Waar waren jullie eigenlijk zo bang voor? He, waar we achter zouden komen? Wat vindt een JOVD'er nou echt een schande? Dat vraag ik me af. He, dat Gert-Jan in 2016 stiekem een jaar lang rondreed in een Toyota Prius. Dat Evelien nog nooit gesjoemeld heeft met haar belastingaangifte. Dat jullie allemaal lid zijn van de Illuminati en hier ter plekke een geit willen offeren. Want geloof mij nou, als je een geit wil offeren, dan moet je juist een Marokkaan uitnodigen. Wij leren geiten de keel doorsnijden in groep 2. En dat zit precies tussen je fetusstrikdiploma in en trouwzweren aan de Islamitische Staat. Wat is hier aan de hand met de unicorns? Dat is een uit de hand gelopen grapje, kan ik wel zeggen. Tom Brand? Maar nu is de grap klaar, toch? De grap... Ik loop mee met de JOVD en vandaag ben ik in Den Haag. Kloppend hart van Politiek Nederland. En ook de JOVD heeft hier een riant optrekje. Op het zomercongres moesten we stoppen met filmen. We waren opeens niet meer welkom. En ik ben benieuwd wat er nou aan de hand was. En ik ben ook benieuwd naar de ware gezichten achter de JOVD. Kijk, hallo Soendorf. Wat ontzettend leuk dat je er bent. Ja, kom verder, zou ik zeggen. Wees welkom. Ja, heel erg verheugd dat je weer zou komen. Wat lief. Dat is toch... ja, en we gaan ook een vol programma. Nou, wacht even. Want waar ik me dus op had verheugd de vorige keer... Ja. Tijdens het congres. Het congres is het feest. Ja, dat klopt. En we moesten opeens weg. We mochten er niet bij zijn. Nee. Wat was er toen aan de hand? Nou, een deel van de mensen, wat misschien ook wel logisch is... die werd een beetje onrustig, als het ware. Dus die dacht van, ja, gaat het allemaal wel goed? En wat gaat er precies gebeuren? En die dacht ook, al die camera's, die vonden het misschien een beetje spannend. En die hebben gezegd, nou, we willen iets meer privacy. Nou, daar hebben we het even over gehad met z'n allen. En zo is het een beetje gelopen. Even over gehad. Ja, dat duurde lang, hè? Ja, werd bijna een koep op jullie gebleven. Ja, nou, de sfeer is nu beter. Dus dat is helemaal goed gekomen. Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag meerdere dingen doen. Zometeen gaan we het even openen. Het introductieweekend. Er zijn natuurlijk nieuwe leden vandaag. En we hebben 3 introductieweekenden per jaar. Dus... Bij zo'n introductie... Ja. Nou ja, wat is het weekend? Is het nu? Introductieweekend, ja. Denken heel vaak mensen aan ontgroeningen. Is dat ook vandaag? Nee. Dus introductieweekend houdt gewoon meer in dat je kennis maakt met de vereniging. Dus je leert het hoofdbestuur kennen, je leert onze geschiedenis voor een deel kennen. Ken je dat programma Over de Streep? Ja. Nou, elke keer hebben we een ander soort introductiespel. En dit keer doen we een soort variant daarvan. Gaan wij die kant op? Ja, oh ja. Je bent echt een heer. Een fietje? Je laat me elke keer voor. Een hoort toch? Dat is wel zo'n ding. Ja, goedemorgen allemaal. Dit is Soendos. Dat heb je misschien wel gehoord. Gezellig dat je er bent, Soendos. En welkom allemaal jongens bij het introductieweekend van de JOVD. Hartstikke goed dat jullie allemaal zijn. Hartstikke gezellig. En het is ook nog eens mooi weer. Dus ik zou zeggen, op naar een fantastisch weekend. En nogmaals, welkom bij het introductieweekend. En dan geef ik dolgraag het woord aan niemand meer dan Roos. Dankjewel. Ja. Dankjewel, Peter. Dan ga ik je erin. Ik wil graag iedereen dat hier gaan staan. We gaan actief zijn. Bitterballen of kroketten? Een broodje, daar ga ik hier staan. Ja, daar ga je ook hier staan. Broodje met mosterd en zo fijn gepakt. Ik hou echt van die dingen. Sigaren, ja of nee? Nee. Nou, Doris, waar ga jij staan? Wat goed dit. Kijk, ik ben ook lid van de VVD. Ja, nee. Of een andere politieke partij, dat kan toch ook, hè? D60, GroenLinks, mag allemaal. Wat heb jij niet een paar stellingen? Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk... Ik ben... Wie denkt dat arm zijn een keuze is? Of misschien moet ik het anders zeggen. Arm zijn en blijven is een keuze. Ja, daar, nee, hier.
Roos, waarom sta je bij ja? Gezien de huidige arbeidsmarkt is het zo dat er echt heel veel arbeiders worden gevraagd op dit moment. Er is werk in overvloed. Je kunt echt doen en laten wat je wil op dit moment. Op het moment dat jij wat voor opleiding dan ook hebt afgerond en je zet jezelf in, kun je jezelf echt heel snel omhoog werken. En dan hebben we het ook over 50-plussers. Ook, zeker. Mensen want als jij boven de 56 bent, krijgt een bedrijf subsidie. Ja. Dat kan 2 tot 4 euro per uur zijn. Dus dat is echt een flinke duit in het zakje voor het bedrijf. Ik geloof er niet in dat op het moment dat jij nu werkloos bent, dat je daar niks aan hebt gedaan. Een paar mensen gaven bij Over de Streep aan dat armoede een keuze was. En dat vind ik zo mooi aan de JOVD. Dat je gewoon openlijk kan toegeven dat je een kind van Satan bent. Wat geef je vader voor Vaderdag? Een brandwerende stropdas en een nieuwe rode drietand? Het ging de tweede dag dat ik meeliep, ging het ook om verbroedering. Verbroedering is een typisch wit fenomeen. In alle andere culturen behandelen mannen elkaar als standaard, als broeders. Ook omdat de kans groter is dat ze dat ook zijn. Ikzelf, ik heb er niet zoveel mee. Verbroedering. Nee. Als ik witte mannen elkaar wil zien knuffelen en in het kruis ingrijpen, ja, dan ga ik wel naar het Vaticaan. Maar wel mooi om te zien dat JOVD'ers nog zo openstaan voor andersdenkenden in hun jonge jaren. Wat dat betreft evolueren jullie precies tegenovergesteld aan rupsen. Een rups is eerst een lelijk dier dat langzaam verandert in een mooie vlinder. En jullie zijn mooie vlinders die langzaam veranderen in kapitalistische bloedzuigers waar de gasbrander overheen moet. Ik snap wel waarom JOVD'ers nog heel erg klimaatbewust zijn. Je wilt natuurlijk wel dat de wereld lang genoeg bestaat om hem leeg te kunnen roven. We zijn wel een beetje vrienden geworden, de JOVD en ik. We gaan elkaar steeds beter verstaan. Splinter, Bram, begint een zacht stukje Hezza. Nee, Gina, Juma. Oh, sorry, jullie spreken geen Arabisch? Jawel, ga verder. Is wel de taal van de toekomst, dus. Nou ja, ik ga natuurlijk meteen beginnen met, ik wilde zeggen elephant in the room, maar dat zijn eenhoorns. Wat is hier aan de hand met de unicorns? Dat is een uit de hand gelopen grapje, kan ik wel zeggen, toch, Bram? We hebben er veel meer hier in het kantoor staan. Dat is een running gag tussen het bestuursleden hier. Maar wat is de running gag dan? Nou, ooit zie je die daar liggen? Ja, nee, die zie ik, ja. Die zit er een tijd aan te staan. Leuk. We hadden een diner met het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur is dus ook een soort van familie natuurlijk. En je moet ook een vereniging besturen, maar ook gezellig met elkaar hebben. Ja. Nou, en we hebben tijdens kerst hebben we een kerstdiner gehad. En dan koopt iedereen een cadeautje voor elkaar. En toen heb ik voor jou die unicorn gekocht. Die is Blitz gekocht. Blitz. Dat is Blitz. Ja, en die werd zwanger. Dat is de kreeg een baby Blitz. En toen kwam deze. Iedereen bij ons heeft nu een unicorn thuis staan. Dus maar nu is de grap klaar, toch? De grap... Het staat ook voor iets moois natuurlijk. Hè? Want unicorns zijn niet bestaande beesten, maar zijn wel een droombeeld. Dus je kan er nog iets interessants aan ophangen. Dat je ook het geloof in het onbereikbare, dat je dat toch een beetje kan bereiken met de knuffelvorm. Sommigen van jullie hebben echt een obsessie, hè, met eenhoorns. Wat op zich niet gek is, want als je echt gelooft dat de wereld beter wordt van een vrije markt, dan ben je de waanbeelden van eenhoorns al 2 stappen voorbij, toch? Sterker nog, ik denk dat je eerst wel in eenhoorns moet geloven voordat je in andere mythische wezens gelooft. Zoals winstmaximalisatie, globalisering en Mark Rutte. Want laten we eerlijk zijn, Mark Rutte is niet echt. Dat is een typetje van Wendy van Dijk. Of een 3D-projectie van volwassen geworden schimmel. Afsluitend, jongens, wil ik jullie bedanken. Bedanken dat ik met jullie mee mocht lopen, jullie alles mocht vragen en dat jullie sportief genoeg waren om jullie te roosten. Ik wil jullie toch nog, als volwassen vrouw, als tante Soendos, wil ik je nog één ding meegeven. Ik hoop echt namelijk dat jullie je idealen niet over een paar jaar verliezen wanneer geld en macht de boventoon gaan voeren. Dank jullie wel. Nothing can stop me. I'm all the way up. Heren, dames,
Ten eerste, ik begin met het feit dat ik het een eer vond dat ik met jullie mee mocht lopen. Nogmaals, dank voor jullie openheid. En vond je het ook een beetje leuk met mij trouwens? Zeker. Ontzettend veel. Ja, echt gelachen. Ja, we hadden heel veel zin in. En het is ook, we hebben het ook echt hartstikke leuk met je gehad. Ik vond het heel erg fijn dat we eigenlijk onze vereniging en onze politieke organisatie jou een beetje konden laten zien. Ja. En wij hopen natuurlijk ook een beetje dat jij natuurlijk een beetje de JOVD-vibes in je hebt gekregen. Dus we hebben ook iets voor jou. Ik pak hem even hoor. Run for us, run. Ja, maar die rent ook een keertje, dus dat is ook wel... Oh, maar durf die deur dicht, dat hij gewoon niet meer terugkomt. Ik hoop echt, mijn favoriete cadeau is geld. Nou, dat hebben wij niet bij die overdeel. Kijk. Ja, dit vind je echt verschrikkelijk. Ja, dat is nee. We gaan kijken wat erin zit. Ja, dat is nog erger. Nee. Echt een JOVD-tas, hè? Niet nou mijn gedachten invullen. Dat is ook weer typisch VVD. Ik heb nog niks. Oh. We zijn JOVD. JOVD. Een frisbee. En, oh jongens, de weg naar de macht. Oh, wat mooi. En gewoon allemaal... Dit is... Witte mensen, daar ga ik zoveel van leren. Ik voel mij hier zo... Nou, dit zijn mijn voorbeelden. Ja, zou ik zeggen wat het boekje is? Het wordt tijd voor een nieuwe druk. Ja, nee. Gewoon een kleur. Ja. Ja, letterlijk en figuurlijk. Ik meen echt dat ik oprecht dat jullie zo lief waren en open stonden. En dank jullie wel. We gaan natuurlijk heel graag. BAM! Ja, dat was ik al bang voor. Nee. Ja. Hartstikke leuk. Ik kan niet te lang lief doen tegen mensen, want dat gaat tegen... Nee, daar hebben wij ook last van. Ja. Nou, dan ga je lekker weg nu. Ik zeg echt toe. Waar is het? Rechtdoor. In mijn garage house. Doei! Dag! Doei! En pak ze nou iemand anders tas? Ja, hè? Ja. Nee.